nu dan? Oh fuck. Oh fuck, ik ben door een fucking military jet uit de lucht geschoten. Nee, dat is een military jet. Fucking kans. Oké, okay, we moeten een nieuwe jet stelen, dames en heren. Ik had niemand achter trollen. Nee, dat had ik al. Oké, dat is een beetje fucked up. En ik ben er ook nog een nieuwe jet stelen. Ja, en je bent dood. Want ik heb net de basis wakker gemaakt. Dus het wordt nu al een stukje moeilijker. The challenge is on. Het is tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij, Joey, a.k.a. Killer J. En ik ben vandaag samen met Mark, oftewel It's Entity. En we hebben vandaag weer een leuke challenge voor jullie. Ik heb deze volgens mij ook al een keertje eerder met Roy gedaan. En dat hield in dat we allebei vanaf de airport, waar we nu dus zijn, naar de legerbaas moeten. En onderweg mogen we elkaar natuurlijk killen. We mogen niet onze eigen vehicles gebruiken. En als we eenmaal bij de legerbaas zijn aangekomen, moeten we allebei een jet stelen. Nou, hebben we die jet? Dan moeten we natuurlijk nog wel doen, dan moeten we terugvliegen. En tijdens die vlucht mogen we elkaar natuurlijk niet killen, want anders zal het wel een beetje heel snel afgelopen zijn waarschijnlijk deze video. Want dan kan de ene de ander gewoon killen terwijl die opstijgt. Dus wat het idee is om dan beide terug te vliegen naar waar we nu zijn, de airfield. En vanaf hier kunnen we elkaar dus dan in een soort dogfight gaan killen. En wie uiteindelijk die dogfight wint, die is dan ook de winnaar van de challenge. Mark, ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jij ook. Voor natuurlijk weer super moeilijk. We zijn een soort van aasrivalen. Dus zullen we afspreken dat we deze auto's niet mogen gebruiken? Mhm. Hoe gaan we dat even doen? Laten we die even snel in de fik steken. Even wachten. Als jij jouw auto doet, dan doe ik mijn auto. Deze auto's zijn ermee aangekomen, dus die mogen we gewoon niet gebruiken. Oh, even snel deze auto's afvikken. En dan moeten we hier maar even op het vliegveld een beginnersauto allebei zoeken. En als we die dan hebben, dan mogen we zodra we van het vliegveld af zijn elkaar beginnen te killen. Totdat we op de airbase zijn. Is dat een goed plan? Mijn auto fikt niet. Je moet er wel benzine op doen, hè? Dat heb ik gedaan. Kijk uit, granaat, weg daar! Oké, zullen we gaan beginnen? Je hebt nu wel een kleine voorsprong. Niet bij nagedacht, want je spant nu buiten. Nee, ik heb een voorsprong. Kut, sorry. Ja, jij hebt een kleine voorsprong. We mogen dus geen vliegtuigen gebruiken, geen helikopters, geen andere bullshit, alleen maar auto's. En onderweg mogen we elkaar killen, dus ik hoop niet dat Entity een of andere landmine heeft neergelegd voor mijn uitgang. En dan gaan we nu onderweg naar het airfield. Nou maakt het niet zo heel veel uit wie als eerste op de airfield is. De military base, want ja, je moet uiteindelijk toch nog terugvliegen. De uiteindelijke eindklapper is natuurlijk de dogfight tussen hem en mij. En wie dan wint, die, die is de ultieme winnaar van deze video. Gaan we er ook nog een prijsje aan vastbinden, Entity? Denk jij van wat ik dus de vorige keer heb gedaan met de Maze Bank Challenge samen met Roy, toen moest hij ze adder verkopen. Oh jee, daar heb ik niet zoveel zin in. Nee, want toen had hij dus verloren en degene die verloor moest ze adder verkopen. Ik vind wel dat de verliezer zijn favoriete auto roze moet doen ofzo. Roze? Wat is jouw favoriete auto? Hoe heet dat? De Entity natuurlijk. Oké, ja, maar roze is op zich nog niet zo vreselijk iets ofzo. Het is normaal, het is maar een kleur. Weet je, als je hem nou, ik weet niet, wat is nou nog erger dan je auto roze verven? Ja, dat weet ik ook niet. Die mag zijn auto, zijn lievelingsauto, een week niet gebruiken in races. En ik weet dat jij veel race. Voor mij boeit dat niet zoveel. Hoe ga jij die dood? Wat? Hoe ging jij die dood? Ik ben masterlijk in deze shit. What the fuck? Ik werd gebeld, weet je. Ik had bell protection. Bell protection! Oh, ik heb echt dikke scheidauto's hier. Mijn auto is ook helemaal naar de kloot. Ik heb allemaal politie. Ja, dat is fucked up. Ik reed net een muur in. Nou is mijn auto ook kut. Ik ben nu gewoon al bijna maar dood. Maar gelukkig. Gewoon alleen door de politie. Hier weer een nieuwe auto. Nou, doei. Hey, later man. Ik weet niet hoor, maar hij ging automatisch in het weapon wheel in plaats van dat hij ging richten met mijn sticky bomb. Fucking raar. Maar in ieder geval. Mooi. Ik ben ook weer onderweg. Zo. En Entity, wat is jouw plan? Hoe ga jij dit aanpakken vandaag? Wat is jouw favoriete manier om dit te gaan fixen?
Ja, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet. Je weet zelf nog niet hoe je dit wil gaan fixen. Nee. Oké, dat is niet zo handig. Ik blijf wel gewoon voor je rijden en dan voel ik me veilig. Mijn idee is dus eigenlijk dat jij als eerste een jet pakt, waardoor ik achter je kom te vliegen. En als jij dan eenmaal op de airbase bent, dan kom ik natuurlijk achter je invliegen. En dan maai ik gewoon neer met mijn machine gun. Dat is eigenlijk mijn idee. Aha. Dus vooraan rijden. Nou weet ik wat jij van plan bent. Dank je. Nou is het vooraan rijden in deze race misschien niet echt wat je wil. Misschien niet je favoriete optie. Misschien wel helemaal niet de beste oplossing om deze race of om deze challenge te gaan winnen. Ja, maar dat zullen we nog wel zien dan, hè? Ja, want je mag alleen boven de airbase, zeg maar boven de luchthaven, mag je alleen maar dogfighten, hè? Dus zeg maar zodra je daar boven komt vliegen, dan kan ik je neermaaien. Maar als je daar weg bent, dan is de rest van de map is een soort van, laten we zeggen, safe zone. Oké, dus gewoon de airbase en gewoon 10 kilometer, nee niet 10 kilometer, want dat is de hele map. De airbase en zo'n 800 meter eromheen, cirkel, dat is waar je mag dogfighten. Oké, dus en geen homing lounges van de straaljager? Nee, geen homing lounges van de straaljager entity, dat is inderdaad niet iets wat jij niet mag doen. Ah. Ik weet dat je hier ergens een sticky bomb hebt neergelegd, maar ik vraag me af waar. Ja, ik had al mijn mines al bij het vliegveld neergelegd, maar om een of andere reden heb jij die overleefd. Ik was... God, mine. Oh my god. What the fuck? Fucking, waarom rijden hier in één keer fucking 20.000 auto's? Normaal rijden hier niet zoveel auto's. What the fuck is mis? Het is fucking midden in de nacht, man. Ja, ik heb ook een beetje voor gezorgd dat er heel veel politie is en mijn banden zijn lek. Ah, shit. Oh, je banden zijn lek. Ja, dat is fucked up. Dan moet je toch van auto gaan switchen. Denk ik. Nee. Gaat prima dit. Ja. Beter switchen van auto entity. Beter switchen van auto. Ja, uiteindelijk zou het toch wel moeten. En we mogen de politie ook niet wegbellen, toch? Nee, dat wordt te makkelijk, man. Mijn hele plan was gewoon om geen politie achter me aan te krijgen. Dat gaat tot nu toe behoorlijk goed. Ik heb 3 sterren en dat wordt zo 4, ja, denk dat heb ik door. Ik zag de chopper. en dan ook nog misschien wel 5. Ga je ook nog voor 5 sterren? Ga je voor de 5 stars? Nou, dat krijg ik pas als ik daar binnen ben. Nee, dan krijg je 4. Oh my god. 5 krijg je als je zoveel politie hebt gekillt dat ze een fucking... Weet dat? Een warrant op je hoofd zetten van... het liefst dead bezorgen bij ons politiebureau. Dat is meer 5 sterren. Ik vermoord ze niet, hè. Ik rij alleen weg. Ja, dat doe je wel. Nee. Wel waar. Ik ben heel lief. Ik zit toch allemaal op geblazen auto's onderweg, terwijl ik hierheen rijd. Ja, maar dat komt door meteoren en zo. En meteoren. Ja man, je bent er gewoon vanuit aan het vermoorden. Ja, die komen ineens uit de lucht. Je mag niet liegen. Uit de lucht. Oh, ik ben aangehouden zo'n beetje. Oh my god, what the fuck? Snel, dat is echt fucking bullshit. Ik reed langs een fucking... Nee! Ik reed langs... Een fucking auto en nog steeds beukte ik er tegenaan. Het sloeg echt helemaal nergens op. Oh, ik ben dood en ik span echt heel erg slecht. Wow. En je mag niet je eigen auto's gebruiken. Oh, fucking hell. Wat is dit voor spam? Oh, lekker voor je. Ik ben bijna op de airbase, man. Maar jij moet me killen, hè? En als ik er toch nog niet ben, dan kan je me nog niet killen. Nee, dat weet ik. Maar daarom vind ik het wel leuk dat je dood bent. Ik vind het niet zo leuk. Het is toch leuk om degene waar je tegen aan het spelen bent dood zien gaan. Trouwens, ik had je zo net een helemaal ander plan verteld. Niet het plan wat ik wou gaan uitvoeren. Dus als dat jouw plan was, dan... Als je daar jouw plan op had gebaseerd, dan zou ik je plan maar snel veranderen. Ik heb meerdere plannen. Ja, misschien. Huh. Oh, fuck. Ja, deze uitkant is niet chill. Oh my god! I can't jump the fucking fence with this car. Ja, daar moet je ook nog een snelle auto voor hebben. Dus ik kan ook niet elke auto gebruiken. Kijk. Nee man, je moet gewoon jumpen met een vrachtwagen. Ja, ik denk dat wel werkt. Give me a good car. Please. Good car, nee. Geen Lambo of zo. Hummer, nee. Hoef ik niet. Hoef ik ook niet. Geen pick-up. Weg ermee. Oké, ik ga het nog één keer proberen met deze auto, dames en heren. Ik was even aan het luisteren wat Entity aan het doen was. Maar het ziet er nou uit dat Entity deze challenge eigenlijk basically al already lost.
You're basically already lost, dames en heren. Heb dus, je al een chat dan? Ja. Sowieso. En ga je het overleven als je de jet hebt? Want ik overleef het nooit als ik wegga. Sowieso overleef ik het. Ik ben, weet je niet dat ik pro-jetstealer ben? Maar waar moet je dan heen vliegen? Heel laag blijven. Ah. Oké. Okay. Misschien was dat het ene wat ik altijd fout deed. Ja, ik denk het. Ik denk dat je altijd recht omhoog gaat. Of niet? Ja. Heb ik daar gelijk in? Jij gaat altijd recht omhoog, hè? Oké, ik heb een auto. Ja, ik ben nu bij je en ik heb een snelle auto. Dus, misschien haal ik je nog wel in. I got a plan. Oh, wat ontploft daar allemaal? Dat bevalt me niet, Joey. Wat? Er ontploffen allemaal dingen hier. Ik weet niet wat het was. Oh, wauw. Deze auto kan dat ook niet ofzo. Pauper auto. Hey, weer mine. I don't know. Joey. I don't know what it was. I don't know. It's not part of my plan. No. Oké, okay, dames en heren, even weer in de concentratie. Ik zat me veel te veel te concentreren op entity opblazen, wat me uiteindelijk niet gelukt is, helaas. Dus, we moeten een jet stelen. Oké, okay, we zijn bij een jet. We gaan in de jet. Gaat het ons lukken? Bam, 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 bam. Hopelijk word je afgeknald. Bam, bam, bam. Go, 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 go. Killer J, go. Killer J power. Killer J power. Kom op. Waarom zeg ik Killer J power? Steeds een auto. Ik weet niet. Ik heb iets nodig. Deze auto, please. Deze moet snel genoeg zijn, toch? En we got a jet. Yes, 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 yes. We have a jet. We got a jet. We got the power to fly away. We got a jet. Dit gaat nog heel lang duren voor mij. Ja, ik denk dat ik nu even ga doorspoelen tot Entity ook eindelijk een jet heeft. Of ik ga hem één keer gewoon trollen. Nee, wacht, ik ga Entity gewoon trollen. Nee, niet. Let's troll Entity. Ja, het telt niet voor de wind. Maar er is nooit gezegd dat je niet mag trollen. Er is nooit gezegd dat je niet mag trollen, Entity. Dat hebben we nooit afgesproken. Het is gewoon een troll. Het is een trollmate. Wat voor auto heb jij gebruikt om er overheen te gaan? Wat? Kan je er niet eens overheen? Nee. It's a troll. It's a troll. Ik pak de snelste auto die er is. Hier, die hier rijdt. En nog lukt het niet. Nu dan. Oh fuck. Oh fuck, ik ben door een fucking military jet uit de lucht geschoten. Nee, dat is een military jet. Fucking kant. Oké, we moeten een nieuwe jet stelen, dames en heren. Ik had niet moeten gaan trollen. nee, dat dacht ik al. Oké, dat is een beetje fucked up. En ik ben er gewoon overheen. Nog een nieuwe jet gaan stelen. Ja, en je bent dood. Want ik heb net een militaire basis wakker gemaakt. Dus het wordt nu al een stukje moeilijker. De challenge is on. Kijk, is die jet fucking serious? Die jet die lokt gewoon op mijn hoofd. Er schiet nog even een raket tegen mijn hoofd aan. Even serieus. Zijn die mensen helemaal van de pot gerukt? Ja, zoiets. Ooh, jet in, please, 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 please. Kom op. Ik wil het eerste zijn. Au, ze schieten me al helemaal naar de kloten. This is military agent Killer J coming in to destroy jet that's taken off from the airbase, over. Nee. Oh, come on! Waarom zo net maakte ik ook een jump met deze auto. What the fuck, waarom wil het nou in één keer niet? Oh my god, challenge! Ik vlieg laag. Dus ik wil... Nee, je moet hoog vliegen, ik maakte een grapje. Nee. Je moet hoog vliegen. Oké, of je moet heel laag vliegen, maar dan ook echt dat je bijna het hek aanraakt. Oh ja. Nou, ik ga al richting de stad. Is dat al goed, of... Nee, dat is niet goed. Ik denk eerst even de politie kwijtraken. Probeer mij te trollen dan. Probeer mij te trollen dan. Ja, ik ga het zo proberen, denk ik. Maar ik wil eerst de politie kwijtraken. Nee. Nee! Jump! Kut! Ook mislukt. Nee. Iedereen denkt nu dat ik fucking hard aan het faken ben. Maar... Oh. Dat ben ik echt niet. Ik neem gewoon geen lang genoeg aanloop, omdat ik te graag overheen wil. Dus, Oh, shit. Kom op, door de bocht, there we go! Volgende jump.
Oké, dames en heren, nou moet het gewoon lukken. We hadden net niet moeten gaan trollen. We hadden net mooi in één keer die fucking jet. En nou gaat Entity er vandoor met een fucking jet. En wij hebben niks. Oké, yes, ik ben de politie kwijt. Nee hoor, ik ben de politie nog niet kwijt. Ik wel. Officer Killjay is still behind you, man. Officer Killjay is still behind you. Heb je al een jet dan? Ja, man. Wat een jet. Nice, man. Ik vlieg gewoon een beetje rond de legerbasis. Gewoon voor de lol, weet je. Gewoon een beetje trollen. Ik zit hier gewoon een beetje met de army te trollen, man. Ik hoop dat die jet alweer gespannen is, die net bij mij ontploft is. Nee, ja, ja, nee, ja, jawel. Hij is weer gespannen. Oké, nice. Killjay, duurt wel lang bij jou. Jet. Pardon? Dit is mijn tweede jet al, hè, vriend? Waar praat je over, jongen? Ja, dit is mijn tweede jet al. Maar waar is die andere dan? Ja, die is ontploft. Die is door de legerbasis. Hoe kan dat ook weer dan? Wat deed je nou ook weer? Leegbaas chat, dat was ik zelf niet. Dat zal het zijn. Hey, ik was het zelf echt niet. Ik werd uit de lucht geschoten door een chat van de Army Base. Oh ja, nee, dat weet ik. Echt waar. Ik ben echt waar uit de lucht geschoten hoor. Wat? Ik ga winnen. Waar praat je over? Heb je nog politie? Oh, waar ga ik helemaal heen? Ja, ik heb nog politie. Politie maakt me niks uit. Waar ga je heen, jongen? Jij moet vooraan. Hey, we mogen nog niet schieten. Hè? Nee, weet ik, maar jij gaat zo gevaarlijk naast me vliegen. Ja, dan word ik bang, dan voel ik me bedreigd. Nee, jij moet gewoon vooraan gaan vliegen. Nee, ga jij lekker vooraan vliegen? Jij was eerst. Nee. Ik ga tussen de gebouwen door, hoor. Ja, nou, je doet maar. Hey. Nu weet je niet hoe goed ik kan vliegen, jongen. Wow. Ik hoop echt dat je gewoon tegen het gebouw aanvliegt. Dan moet je helemaal terug. Dan moet je het wel iets moeilijker maken. Ja, misschien. Ik weet niet eens waar ik heen moet. Die kant toch? Ja. Je weet toch wel waar het fucking vliegveld is? Ja. Maar jij volgt me zo eng. Ga weg. Ja, dus vlieg gewoon in een soort van escort, toch? Ga je nou ook een rondje draaien? Oké, maar vanaf wanneer mogen we nou schieten dan? Ja, zo meteen al eigenlijk. Jij mag vanaf nu schieten. Aha. Als ik ook in die cirkel zit, mag ik op jou schieten. Dus ik moet wachten. Het is begonnen hoor. Oké. Waar ben je? Waar ben je? Ik kan je niet eens zien, dus Oh, daar ben je. Volgens mij zijn we elkaar een beetje kwijt. Nee! Je ging de andere kant op. Ik dacht, ik draai mooi met je bocht mee. Ik heb je gehit. Je hebt me inderdaad gehit. Nee! Je raakte me precies in mijn motor, kill. Nee, dat is oneerlijk, man. Nou heb ik vals gespeeld, zeker? Guided missile. Guided bullet. Ja. Ik wist het wel. Waar ben je dan? Oké, gefeliciteerd, man. Ja, dankjewel. Bedankt dat je toch nog een beetje hebt geprobeerd te winnen. Kel, je had gewoon fucking hard gelukt dat je me daar raakte. Ja. Ik zeg je eerlijk, ik ben de beste piloot van GTA, oké? Niemand vindt van mij. Oh, nee. 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 Oké.
Wel, iedereen is super ook voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video ondanks mijn grote val toch leuk vonden. Ik vond hem in ieder geval wel leuk. vinden jullie hem nou ook leuk? Vergeet dan niet even te liken. Laten we voor de 500 likes gaan. Vergeet niet even te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Als we voor de DTG 50.000 abonnees zouden kunnen halen. Dan kan ik waarschijnlijk nog een kaartje weggeven. Dus vergeet niet te abonneren. En natuurlijk mij te volgen op social media. Twitter, Facebook en Instagram. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Iedereen super bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Laters. Later. Ah, what the fuck?